De dieren in het Kronenburger Park mogen niet meer gevoerd worden. Bezoekers gooiden te veel en te vaak bedorven voedsel over het hek. De hertjes en geitjes werden daardoor ziek en een aantal dieren is zelfs overleden. Daarom heeft de beheerder van de dierenweide nu een verbod ingevoerd. Borden met de tekst niet voeren moeten bezoekers op de hoogte stellen van dit verbod. Het Valkhofpark stond afgelopen weekend centraal voor de eerste editie van Zeldzaam Mooie Markt. Tijdens deze markt werden allerlei handgemaakte producten verkocht. Meer dan 75 lokale kunstenaars, ontwerpers en creatieve ondernemers waren afgelopen weekend aanwezig. Er waren ook verschillende workshops waaraan bezoekers deel konden nemen. Zo kon er gehoepeld worden en was er een mega zeepbellendemonstratie. In het Goffertpark kwamen afgelopen zaterdag enkele honderden mensen bellen blazen. Voor een paar euro kregen bezoekers een emmertje met sop en twee stokjes. Dat gebeurde in het kader van de International Blowing Bubbles Day. Dat is een dag die wereldwijd wordt gevierd. De bubbels worden geblazen om iemand te gedenken of om een wens te doen.